Zijn we dan, vers gegrild, de Bouwburger. Dus we gaan hem lekker opbouwen. Broodje lekker aangegrild zoals jullie hebben gezien. Dan hebben we een lekker vers tomaatje. Daar snij ik 3 mooie plakjes vanaf. Met een groentmes natuurlijk. Onderop doe ik gewoon lekker mayonaise. Dat is toch een beetje de specie van de burger, hè? Blijft hij ook lekker liggen. Pak ik gewoon lekker ketchup. Gaat er ook gewoon goed op, bovenkant. Klein beetje augurkzoetzuur. Op de mayonaise. En dan dit plakjes tomaat. En dan heb ik nog wat anders lekkers. Zoetzuur voor knolselderij en pastinaken. Gewoon 1 liter azijn, 1 kilo suiker. Je neemt een paar pastinaken, je neemt 1 knolselderij, snijdt er mooie dunne plakjes van. Je kan er eventueel nog wat extra specerij aan toevoegen. Een beetje curry of kruidnagel, piment, kan je ook weer terug laten komen. Heel lekker. Zorg er net voor dat je wat meer smaakbalans hebt en een lekkere bite. Dan de burger erop, kapje erop. Makkelijk hè, als je een hamburger eet, draai hem even om. Eet veel makkelijker. Eet smakelijk.